Voor wie staan jullie hier nu? Wie? Ja, dat is veel, dit is niet heel strak. Gewoon zo, of Gers of Pardoel. Laten we zeggen Gers. Staan jullie hier voor Gers? Juist. Zeg Gers. Oké, dat gaan we even een paar keer herhalen en dan hopen we dat hij komt. Jongens, zeg Gers. Zeg Gers. Pardoel. Hier is Gers Pardoel. Tatoeages op mijn arm die mijn vader niet mocht zien. En die twee jaren later doe ik dingen die ik wil. Laat een ander lekker denken, what the fuck is met die kill. En er zijn chicks op mijn Facebook die mij willen voor de seks, die mij willen voor de cash. Maar laat het gaan voor wat het is. Blijf zitten op mijn chips, want ik ben niet met die chicks. Maak een nieuwe track, bestel een nieuwe cap. Spaar voor die gouden Rolex op de pols, zodat ik altijd de tijd heb. Zorg dat ik nooit spijt heb. En dat ik 9 van de 10 keer vrij heb. Als je mee kan zingen, mag je meezingen. Zwolle, hebben jullie zin in een feestje? Wij ook, wauw. Gezellig hier al zeg. En het is lekker weer. Wauw. Oh. Ik had een waan van 40 uur en ik zit in de buurt. Geesten door het land en toen kwam mijn debuut. Shoutout naar de oppo's, Dio en FN. Naar mijn broertje en mijn vrienden en natuurlijk Postman. Mijn inbox van Hive zit vol met berichten. Heb ineens neven en nichten. Maar daar trap ik dus niet in. Ik ken heel mijn familie en daar zitten zij niet in. Mijn kleding is gratis, mijn uur die betaal ik. Vandaag maak ik dough en ben ik niet meer broke. Zolang je leeft is er hoop. Je kan alles wat je wil, zolang je erin gelooft. Dus Wolle, ik wil even kijken wie van jullie al wakker is. Wie er al een beetje opgewarmd is. Steek eens twee handjes zo hoog mogelijk in de lucht. Ja, ja, dit is goed te zien, dit is goed te zien. Oké. Okay. Wow. Yeah. Dit is een song voor in het land, met fucking bij de hand. Maar wat wil je als je uit het niets aan de top belandt? En fans in het zuiden door het topje van NL. Het duurde 8 jaar en ineens ging het snel. En kleine boys op Twitter proberen mij uit de dagen, proberen mij te plagen. Maar daarvoor ben ik te volwassen en ik hoop zelf dat zij het ook ooit maken. Chillen op het dak of in het park barbecuen. Hangen in de stad of met mijn broertje even stoeien. Dus laat die drank maar lekker vloeien. Ik geniet en voor de rest kan de rest me niet vloeien. Zwolle, mag ik alsjeblieft nog 2 handjes heel hoog in de lucht. Wij gaan dit samen met z'n allen doen. Hou ze hoog, hou ze hoog. Van voor naar achter, jullie zien er geweldig uit. En ik ben ontzettend dankbaar dat ik vandaag bij jullie ben. Hou ze hoog, hou ze hoog. We gaan van rechts naar links. Daar begint jullie rechts. Komt ie aan. Tot aan de kust, van de grond tot aan de lucht is van jou. Van wie? Is van jou. Yeah. Het is van ons allemaal, het is van hem en ook van haar is van jou. Van wie? Is van jou. Deze wereld is van jou. Gers, ja. 5 mei, vrijheid. Tell us all about it.
Ja, tell us all about it. Van wat ik weet is dat het volgens mij begon het op de vijfde. En waren we pas echt vrij, zeg maar, op de achtste. Ja, zo ongeveer inderdaad. Ja, dat heb ik dus gelezen. Dus, maar dat is dan weer heel diepgaand. Maar in ieder geval over vandaag. Ik merk gewoon dat het dat iedereen lekker vrij is. En ik denk dat we het nu op een andere manier... Ik denk niet dat wij allemaal heel bewust dat van toen vierden. Ik denk dat wij gewoon vieren het vrij zijn, het vrije leven. Dat we vrij mogen zijn, zeg maar. Ja, maar niet vrij van je werk of zo, maar gewoon vrij in doen. Gewoon vrij in doen en laten, ja. Nu is het thema van dit jaar vrijheid spreek je af. Hoe zie je dat? Zie je vrijheid zonder regels, zou dat kunnen? Of zou dat echt complete pleurisbende worden? Nou, dat is heel moeilijk. Daar moet dan aan gewerkt worden. Want niet iedereen denkt hetzelfde. Ja, dat is zo. Dus, maar als iedereen, dat is wel een... daar kan je heel lang over nadenken. Als je als we allemaal dezelfde kant op kijken, dan moet je dat toch afspreken, ja. Dus, dan is het af... dus toch afspreken, omdat het makkelijker is voor de rest. Ja, als het niet af was gesproken, dan was het zeg maar niet zo geweest, dan hadden wij niet zo kunnen leven. Dat zijn bepaalde regels, er is ook structuur nodig, toch? Ja, dat is zo. Hey, vrijheid in je liedjes, doe je daar nog wat mee? Of, Ja, volledig. Volledig? Ja. Soms krijg je laat een nieuw liedje horen en dan kan het zijn dat de bepaalde mensen die geef je dan kritiek, weet je wel. Of dan van, hey, dit of dat zeg je. Maar uiteindelijk dan... bepaal ik het. Dus uiteindelijk ben ik gewoon vrij in wat ik doe. Tof. Hey, fijne dag nog vandaag. Ja, en bedankt voor het interview. Oké. Okay. Was het. Vandaag komt nog eentje bij de top.